De Pixel smartphones van Google zijn sinds afgelopen najaar officieel in Nederland verkrijgbaar. En ze waren altijd al interessant, maar nu ze officieel verkrijgbaar en daarmee goedkoper geworden zijn, zijn ze nog interessanter geworden. In deze video vertel ik je wat die Pixel smartphones zo interessant maakt en welke toestellen jij het beste kunt kopen. Een van de dingen die de Pixel smartphone zo goed maakt is dat ze de basis heel erg goed op orde hebben. Dan heb ik het over de software en de hardware. Nou, we beginnen bij die software. Die is natuurlijk wel bijzonder, want dit zijn Google telefoons. En Google is de maker van Android, dus dit zijn de Android telefoons zoals Google ze bedacht heeft, zou je kunnen zeggen. Dat komt in een aantal dingen. Ten eerste is de schil over Android heel minimaal. Google voegt wel eigen functies toe, dus het is niet helemaal schoon Android wat erop staat. Maar het zijn vooral wat handige toegevoegde functies en geen bloatware of gekke toevoegingen aan de schil. Wat ik ook leuk vind is dat Google de zogenaamde feature drops doet. Dus eens in de zoveel tijd komt er een update met extra functionaliteiten, los van nieuwe Android versies. En de updates van die nieuwe Android versies, die zitten natuurlijk ook goed op dit soort toestellen. Google geeft 3 jaar Android updates en 5 jaar beveiligingsupdates op al zijn Pixel toestellen. En daarmee is het qua updates een van de beste fabrikanten op de markt. En bovendien is het qua updates ook de snelste fabrikant op de markt. Nou, dat is het softwareverhaal. Ook het hardwareverhaal zit in de basis gewoon goed in elkaar. Google maakt zijn eigen chipsets, de Tensor chips. En die zijn niet bijzonder, maar ze zijn wel gewoon goed. En dat merk je in high-end smartphones niet zo erg. Als je echt de toppixels hebt, ja, die zijn qua chipset net wat minder dan toestellen met de beste Snapdragon chip bijvoorbeeld. Maar in de wat goedkopere toestellen merk je dat wel, want die hebben vaak dezelfde chip en zijn dus, ondanks dat het middenklasse toestellen zijn, nog steeds altijd lekker snel. Het ontwerp van Pixel-telefoons is ten eerste eigenzinnig en ten tweede waterdicht. En dat is netjes. En in ieder geval voor de 7e generatie van de Pixels geldt dat alle telefoons draadloos kunnen laden. En ook dat is een pluspunt. Zeker ook een pluspunt van alle Google Pixel telefoons is de camera. Die zijn echt fenomenaal altijd. En dat heeft niet zozeer met de camera hardware te maken. Die is namelijk niet zo bijzonder, maar wel met de camera software. Google heeft gewoon ontzettend goede beeldverwerkingsalgoritmes. Ze hebben ook die eigen Tensor chip trouwens, die daar speciaal voor ingericht is. Dus dat helpt ook mee. En dat zorgt voor foto's met een mooie dynamische range, mooie kleuren en over het algemeen gewoon hele mooie foto's. Vroeger was het zo dat Google ook een soort hyperfocus had op één camerasensor en daar de algoritmes helemaal op optimaliseerde, waardoor er echt indrukwekkende resultaten uit die ene sensor kwamen. Dat is op dit moment niet meer zo. De Google Pixel 7, Pixel 7a hebben bijvoorbeeld verschillende sensoren. Of dat ooit terugkomt, weet ik niet. Dat is een sterk punt dat misschien een klein beetje verloren gaat. Maar ook met meerdere camerasensoren heeft Google nog steeds de beeldverwerking supergoed voor elkaar. Het portfolio van Google is ontzettend overzichtelijk en dat is zowel een kracht als een zwakte. De kracht is dat ze gewoon duidelijk zijn in wat ze aanbieden en geen rare toestellen die half dubbel zijn of die sowieso niet zo'n plekje op de markt hebben aanbieden. De zwakte is dat de prijsrange waarin Google opereert daarmee relatief beperkt is. De goedkoopste telefoon die niet al te oud is, is de Pixel 6a van €350. De duurste telefoon is de Pixel 7 Pro van zo'n €800. Nou, daar zit alles tussen en onder de €350 hoef je het niet te proberen. En de duurste toptoestellen die je kan bedenken, ja, die hoef je ook niet bij Google te halen. De afgelopen jaren is het in ieder geval zo geweest dat Google 3 toestellen uitbrengt elk jaar. Dat is het Pro-model, dat is het beste model met bijvoorbeeld scherper scherm, extra functionaliteiten, een extra camera. Het gewone model, wat het basis high-end model is. En dat is een telefoon die niet heel spannend is, niet heel veel bijzondere functies heeft, maar wel alles gewoon echt goed doet voor een high-end smartphone. En niet zo duur is. En dan is er nog het A-model. En het A-model is een soort van basisversie van het high-end toestel. Verschillen tussen het gewone model en het A-model zijn niet eens zo heel erg groot. Maar het A-model is wel een stukje goedkoper en daarmee vaak heel interessant. Dan, welke Google smartphones zijn op dit moment wat mij betreft de moeite waard? Nou, daarbij wil ik eerst zeggen dat eigenlijk de meeste Pixel smartphones de moeite waard zijn. Maar ik heb wel een selectie gemaakt voor de toestellen die wat mij betreft uitblinken. En dat begint bij de Google Pixel 6a, die kost €350 en heeft daarvoor een goede camera, een waterdichte behuizing, prima prestaties en daarmee is het een hele interessante en fijne allround telefoon. Dan de volgende is de Google Pixel 6 Pro. Die Google Pixel 6 Pro die kost €580 ongeveer En daarvoor krijg je een weliswaar wat ouder toestel, het komt uit eind 2021, maar wel een toestel dat relatief luxe functies heeft. Denk aan een hoge resolutie voor het scherm, een uitgebreid camerasysteem dat ook heel erg goed is en een waterdichte ontbuizing en draadloos laden. Nou, dat is één optie voor die €580. Wat je ook kan doen voor €580 is de Google Pixel 7 kopen. Dat is het basismodel van de afgelopen generatie. En die is natuurlijk wat nieuwer, daarmee wordt die langer ondersteund. Heeft ook een paar voordelen, maar de nadelen zijn dat die daardoor niet bijvoorbeeld een hoge schermresolutie heeft, ook een wat kleiner scherm heeft, geen zoomcamera heeft. Nou, dat soort luxe functies, die mis je op die Pixel 7. Het laatste toestel dat de moeite waard is de Pixel 7 Pro. Dat is de nieuwste Pro Pixel, die kost €770 en daarmee heb je wel al die luxe functies, maar ook nog steeds een modern en nieuwer, sneller toestel. Nou, daar betaal je €770 voor, is natuurlijk veel geld, maar voor een telefoon in zijn kaliber nog steeds best betaalbaar. Eén toestel wat ik overgeslagen heb, maar wat op zich nog wel interessant is, is de Pixel 7a. Die kost €500 op dit moment en daarmee zit hij wat mij betreft te dicht tegen de Pixel 7 en de Pixel 6 Pro aan. Dat zijn de betere opties wat mij betreft. Maar het toestel zal vast in prijs gaan dalen en over een tijdje wel heel interessant zijn. Google biedt sinds krap een jaar zijn smartphones aan op de Nederlandse markt en dat is wat mij betreft een goede zaak. De pixeltelefoons van Google zijn eigenlijk bijna altijd interessant, hoewel ik in deze video de interessantste voor je uiteengezet heb. En blinken vooral uit in hun camera's, hun software en een hele sterke basis. En daarmee zijn het gewoon hele fijne telefoons. Ik hoop dat je wat aan deze video gehad hebt. Ik ben ook benieuwd wat jij van de pixeltoestellen van Google vindt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En als je nou de meest recente prijzen van de pixeltoestellen ook in combinatie met een abonnement wil zien, check dan zeker even telefoon.nl waarnaar een linkje staat in de beschrijving van deze video.